De Chinese overheid deint nergens voor terug en beleggers maken zich ernstige zorgen. Ja, het gaat niet zo lekker op de Chinese aandelenmarkten. Kijk maar even mee naar de Chinese hoofdgraadmeter CSI 300. Die verloor in vier dagen tijd bijna 8 uh, Nou, er zijn een aantal tech-aandelen in China die het nog veel slechter deden. En daarnaast zagen we dat Cathy Wood, de uitgever van de populaire ARK Innovation ETFs, uh, ja, die is volledig uit Chinese aandelen gestapt. En dat is misschien nu wel de meest machtige vrouw in de financiële sector. Dat is heel erg opvallend. Dus wat is er aan de hand? Nou, in China hebben ze geen democratie, maar een autoritair regime. En de communistische partij die daar aan de macht is, maakt zich ernstige zorgen dat ze ja, de macht ziet afbrokkelen door de opkomst van grote techbedrijven die ja, Chinese data in handen hebben uh, en die een heleboel geld hebben en daarmee macht. Daarnaast zien ze dat ondernemers als Jack Ma ineens hun eigen mening beginnen te verkondigen. En dat kan natuurlijk niet de bedoeling zijn in het autoritaire regime van Xi Jinping. En om die macht te verstevigen schroomt de Chinese overheid niet om keihard in zijn eigen economische voet te schieten. Bijna iedere dag komen er nieuwe regels voor private bedrijven die bedoeld zijn om de private sector te beknotten. Onderwijsbedrijven mogen bijvoorbeeld geen winst meer maken en mogen zelfs in het buitenland geen kapitaal meer ophalen. En daarnaast is er nog het rare verhaal rond Tencent, het bedrijf boven de populaire app WeChat. Want bij WeChat kunnen geen nieuwe gebruikers meer worden toegevoegd. Dat zou komen volgens het bedrijf door een update van het systeem, maar kenners die twijfelen daaraan. En dus beginnen beleggers zich ernstige zorgen te maken. En ik als econoom begrijp dat, want een van de belangrijkste dingen die ik tijdens mijn opleiding heb geleerd, is dat je voor een goede economie goede instituties moet hebben. Bijvoorbeeld, als ik in een fabriek investeer, ja, dan moet ik wel weten dat er niet een stel gewapende mannen langs komt die die fabriek vervolgens van mij afpakken. Ik moet weten dat het mijn eigendom is, zodat ik mijn investering kan terugverdienen. Nou, en misschien zijn beleggers daar dus wel heel erg bang voor dat de Chinese overheid ja, zich gaat bemoeien met het beleid van een bedrijf. Of als het werkelijk nergens voor terugdijnt, zelfs overgaat ja, tot het nationaliseren van een bedrijf waardoor buitenlandse aandeelhouders hun geld kwijt zouden zijn. Nou, dat risico dat is waarschijnlijk lang onderschat door beleggers en komt nu ineens naar boven waardoor ja, beleggers in de kramp schieten. Oké, okay, dit was hem weer voor deze week. Vergeet je niet aan te melden op mijn YouTube-kanaal Boelbeer en Bas. Druk op de bel dan krijg je een update als een nieuwe vlog online staat. En vind je de video leuk? Vergeet niet te liken en te delen. Doei!